Gemeenten vinden het belangrijk dat burgers gebruik maken van hun eigen kracht. En dat voorzieningen zoveel mogelijk gebruikt worden door degenen die het meeste nodig hebben. De uitdaging voor de overheid is om ervoor te zorgen dat burgers zoveel mogelijk eigen kracht hebben en vooral ook houden. Voldoende eigen kracht van ouders bevordert dat kinderen veilig en gezond opgroeien, hun talenten ontwikkelen en later goed kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zo trekken ook vader en moeder Bolder de kar door hun dagelijks bestaan. De eigen kracht van een ouder of jeugdige kan gering zijn. Je bent er als het ware mee geboren. Maar meestal gaat het om tijdelijk minder eigen kracht door bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld een kind dat gepest wordt, een ouder die ziek is of een baan verliest. Er kunnen omstandigheden zijn die het opvoeden tijdelijk moeilijker maken. Als ouder of jongere zit je dan even niet in je kracht. Als er een vraag of probleem is, dan zoek je als ouder of jongere eerst de oplossing in je dagelijks leven. Je gaat te raden bij je partner, familie, vrienden of andere ouders. De gemeente financiert een aantal laagdrempelige voorzieningen om ouders en jongeren te helpen bij het vinden van antwoord op hun vragen. Soms zijn er anderen die iets opvalt aan een kind en die zich zorgen maken. Dit kan gebeuren op elke vindplaats. Een vindplaats is een plek waar ouders en jeugdigen vanzelfsprekend al komen, zoals de peuterspeelzaal of school, de sportclub, de huiswerkklas of de speeltuin. Deze mensen zijn vaak bekwaam in het signaleren van een probleem en het bespreken daarvan met ouders. Ga als ouder en jongere samen met alle betrokkenen en het CEG in overleg en bespreek de zorg. Wat is er aan de hand met mijn kind en wat betekent dat voor ons gezin? Samen met de ouders maakt een medewerker van het CEG een inschatting van de mate van zelfredzaamheid, van jouw eigen kracht. Kun je als ouder het opvoeden zelf aan? Heb je steun vanuit je eigen netwerk of is er professionele hulp nodig? Bij de inzet van professionele zorg is er geen sprake van doorschuiven, maar schuift er een specialist aan. Oké. Nu weer even terug naar meneer en mevrouw Bolder die op zoek zijn naar antwoord op hun vraag. Hoe vind jij je weg in dit grote aanbod? Een bekend probleem in de manier waarop hulpverlening nu is georganiseerd. De gemeenten gaan er iets aan doen. Als ouder of jeugdige kun je via het Centrum voor Jeugd en Gezin, het CJG, of het sociale team in je wijk een afspraak maken om je vraag te bespreken. Dat begint met vraag verhelderen. Vaak weten mensen goed wat ze nodig hebben, maar kunnen ze het niet vinden. Dan hebben ze iemand nodig die oprecht luistert, meedenkt en helpt om steun weer binnen bereik te brengen. Met de juiste steun wordt de band hersteld en kom je weer in je kracht. Soms ligt de oplossing voor de hand, maar zie je het even niet. Soms kan het ook wat ingewikkelder zijn, maar het doel is altijd, je kan het zelf. De familie Bolder zal nog veel obstakels op hun weg vinden. Maar ze hebben veel geleerd. Vooral wat ze zelf kunnen. En als het even niet lukt, dan weten zij dat ze op zoek moeten gaan naar een antwoord op hun vragen.